Hallo kijkers, tof jullie kijken naar deze gloednieuwe video van de KV Mechelen Carrière Mode. We zitten nu net in de wintertransfers. Ook al even een speler verhuurd. Milan Robrecht even uitgeleend. Maar goed, we hebben nu een belangrijke wedstrijd tegen Gent. Staan net onder ons. We hebben één puntje meer. En als we nu kunnen winnen, kunnen we die voorsprong verdubbelen. En we winnen met 3-2. Nieuwkoop die scoort. En Orban die midden een doelpunt maakt. Ook een speler, oude speler van ons, scoorde ook nog voor Gent tegen ons. Nu de wedstrijd tegen Union. Die spelen we gelijk. Zien in de rang hoeveel ze nu staan. We staan 5 dus nu. Ik heb Arthur Vermeer ook op transferlijst gezet. Nu is het tijd voor de wedstrijd tegen STVV. Oké, we zijn klaar voor de wedstrijd tegen STVV Sint-Truiden. Snel aanval van STVV. Orban. Oké, doorgaan Orban. En scoren. Ah, jammer. Oh nee. Dit is gevaarlijk. Ik heb een goede keeper. Orban afmaken. Dat doet hij. Oké, we hebben eerste goal voor ons. Goed afgewerkt en... Hij heeft dit seizoen ook al veel gescoord. No! Nee! Ah, dat duurde niet lang. Die voorsprong. Afmaken! Ah, afmaken nu! Nu! Yes! 2-1 voor ons. Was even een slordig doelpunt, maar... Ja, ik ben er wel blij mee. Orban afmaken! Oké, dit is nu wel zeker van overwinning. De 3-1. Mijn spelers waren wel heel blij met dat doelpunt. Zo, pakken we nog eens 3 punten. Een transferbod. Ja, deze speler mag gewoon weg, dus ik accepteer. Simuleer deze wedstrijd uit tegen Brugge. Oké, gelijkspel in Brugge. Niet slecht. Gewoon in de stand. Staat de club ook nog steeds voor ons. Ik ga proberen om Aster Franks te kopen. Moet ik 10 miljoen zeker aanbieden. Ik ga beginnen met 9 miljoen en een speler van ons. Ah, dat geld hebben we niet. Nee, ik ga het toch niet worden. Simuleren tegen Leuven. Die winnen we. Simuleren nu tegen Anderlecht. Ah, we verliezen. 0-3 overwinning. Oh, we staan veertig hierdoor. Ah nee, Club Brugge moet nog een wedstrijd spelen. Ah, Club Brugge heeft die wedstrijd niet kunnen winnen. Daardoor springen we naar de vierde plek. 1-3. Niklas Storm die scoort. Aviv Schoofs. Ik heb misschien wel meer vragen voor deze transfer. 5 misschien zelfs. Daar gaan ze akkoord mee. Oké, wedstrijd tegen Eupen. 1-3 overwinning. Oké, nu komen er wel 3 lastige wedstrijden. Thuis tegen Antwerpen en ook nog Genk in Cerkelen. Wedstrijd tegen Antwerpen wil ik wel spelen. Hij is nog steeds aan de bal. We moeten misschien nu best passen. En nu. Ah. Nu! Scoren! Nee. Afstand, schot. En de goal! Goed gedaan, van Orban. Hij scoort al in bijna elke wedstrijd. Nu zit hij al aan 24 doelpunten. Schoofs is erdoor. Hij kan niet helemaal uitbreken. Nu afstand scoren. Oh! Goed gedaan. Voorzetten. Nee. Misschien is het voor eigen succes gaan. Ja. Passen hier komt Antwerp. En ze maken dan toch een doelpunt. Moeten oppassen, want... De wedstrijd is toch niet afgelopen. Orban, nog eens. En hij scoort alweer. 3-1. Dat betekent dat hij nu al aan 25 doelpunten zit. Op een gegeven moment winnen deze wedstrijd met 3-1. Antwerpen staat op dit moment eerste, dus we hebben gewonnen tegen de nummer 1. Ah, we winnen toch met 0-2, oké. Daardoor staan we opeens derde. Je laat cirkelen maar komen. 1-1 gelijk. We staan gelukkig nog steeds derde. Club Brugge komt ook in de top 4. Oeh, laatste wedstrijd is tegen Standaard. En we verliezen. We eindigen wel in de top 4. Dus dat is mooi. We beginnen de playoffs met 2 uitwedstrijden.
En we verliezen onze eerste wedstrijd in de playoffs. Ik ga in deze video ook gelijk het seizoen proberen af te sluiten. Oké, dit spelen we gelijk. Deze wedstrijd wil ik wel spelen. Oh nee, Club Brugge is hier al. Oh nee. Ah, gelukkig maakt hij hem niet af. Oh, nu een kans. Ah, rechter de keeper. Ah ja, het shotkluis is gevaarlijk dicht. Oeh, ik dacht alleen dat hij erin zou gaan. Oh nee. Nee. Oh, ze maken hem niet af. Oh, dat was een grote misser van Brugge. Gelukkig voor ons dat ze die missen. De Remzo komt er nog eens op. Afif. Maak hem af. Ah nee, ik kon het niet schieten. En we pakken een puntje. Maar ja, ik had ze meer gewild. Oh, we winnen met 3-2. Oké, we pakken nog eens 3 punten. En daardoor springen we naar de derde plaats. Uit de Club Brugge. Spelen gelijk 2-2. Dit wordt dan de allerlaatste wedstrijd van het seizoen tegen Anderlecht. Orban is er door. Orban nu. Ah. Oh, Orban scoort. Ik wou hem eigenlijk passen, maar hij scoort nog beter. Nu zit hij al aan 27 doelpunten dit seizoen. Afwerken. Goed gedaan, Orban met de 2-0. Orban misschien niet beter passen. Nieuwkoop. Afwerken. Nee. Oké, we gaan de tweede helft beginnen met een goede voorsprong. Oeh, ik doe nog bijna mijn eigen doel. Orban is vrij. Geen buitenspel. En afwerken. Ah, missen. Ah, ik wou sneller passen. De Schoofs. Afmaken. Ja, Schoofs maakt hem af. 3-0. Ik denk dat we dan ook boven Anderlecht springen in de ranking. Laatste wedstrijd van het seizoen winnen met 3-0 van Anderlecht. We zijn tweede geworden. Amateur kampioen. Derde basis voor Brugge. En dan Anderlecht eindigt laatste in de kampioenen playoff. Gent wint playoff voor de Conference League. De beker is gewonnen door Club Brugge. Ja, wij waren al vroeg uitgeschakeld tegen Anderlecht in de beker. Hier even de voorrondes kijken. Dus Anderlecht gaat door. En in de laatste 16 verliezen ze tegen Young Boys. En Antwerpen wint tegen Split. Antwerpen wint ook tegen Lazio is dat. Maar in FIFA is het Latium. In halve finale verliezen ze wel van een Gladbach. In de finale wordt gespeeld tussen Galatasaray en Gladbach. En Gladbach wint. Kijken van wat er in de Europa League gebeurde. Wel vreemd dat PSG en Bayern beide in de Europa League zitten. Oké, PSG wint de Europa League. En Barcelona wint, maar ik even dit hier nog even bekijken. Speelstatistieken bekijken. Orban is duidelijk topschutter geworden. Meest assisten. 0 tegendoelpunten. Assisten is ook een speler van ons. Ik ga eens kijken naar de andere competities. Oh, Vincent Janssen heeft al veel gescoord in Antwerpen. In de Conference League. Mbappé topschutter in Europa League. Wat ook misschien wel leuk is om even naar alle competities te gaan. En dan kan ze niet allemaal aflopen, maar een paar. Denemarken is gewonnen door Kopenhagen. Duitsland, Bayern, zoals elk jaar. Wie promoveert er? Al werd er Bremen en Schalke. De Premier League. Gewonnen door Chelsea, oké. City eindigt vijfde, dat is niet goed voor City. Die gaat er promoveren, oké. Ja, PSG waarschijnlijk. Ja, PSG kampioen. Juventus wint hem nog eens.
Eredivisie. PSV wint, oké. Ajax is derde. Leg Poznan in Polen. Evenveel punten als de nummer 2. Barcelona kampioen in Spanje. Turkije, Fenerbahce. En Zwitserland is Young Boys die kampioen wordt. Eens kijken naar wat er allemaal in de wereld, bij de wereld nieuw staat. Obam, oké. Het is allemaal wel de speler van de competitie bij Porto. Maar we spelen volgend seizoen al zeker Europees voetbal, dat is wel leuk. Eens kijken of de speler die uitgeleend is ook aan het groeien. En plus 2 gestegen. Niet zo heel veel helaas gestegen. Oh, plus 5, dat is wel veel. Plus 4, oké. Okay. Orban plus 3. En maar plus 1 voor de spits die wel uitgeleend. Maar goed, bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video. En ja, dan gaan we al een derde seizoen beginnen. Dus doei doei.